Welkom in deel 3 van de ABC-cursus Opleiding voor de schoolsecretariaten, nog steeds voor de beginners. In dit stukje gaan we dieper in op de elektronische communicatie en op de opdrachten, meer bepaald op de einddata die aan opdrachten kunnen gegeven worden. De elektronische communicatie. Sinds 1995-96 is het zo dat eigenlijk de scholen met AHODI elektronisch communiceren. Dat betekent dat de opdrachten, dienstonderbrekingen en eigenlijk zowat alles wat met een administratief dossier en het geldelijke dossier van het personeelslid te maken heeft, via elektronische communicatie wordt overgedragen van de school naar het agentschap van onderwijsdiensten. Wat moet er eigenlijk gemeld worden? Een aantal principes. In de eerste plaats de opdracht. Zonder een opdracht is het immers niet mogelijk om tot een betaling over te gaan, omdat dit een van de basisvereisten is om te weten wat iemand doet in het onderwijs. Opdrachten kunnen zowel in ATO 4, ATO 1, ATO 2, maar er zijn nog andere ATO's, doorgestuurd worden. Het zijn administratieve toestanden. Een einddatum en een begindatum van die opdrachten is essentieel voor het correct afhandelen van die opdrachten. Op die opdrachten is het ook mogelijk dat er soms correcties komen, of omdat er uren wisselen, iemand wegvalt en dergelijke meer. Dus dat moet ook mogelijk zijn. Dan zijn er ook de dienstonderbrekingen. Personeelsleden kunnen op die opdrachten dienstonderbrekingen nemen. Denk maar aan verlof TAO, ziekteverlof, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking. Zorgkrediet en als laatste misschien ook de loopbaanonderbreking in het kader van corona. Dus voor al die dingen is het wel zo dat de scholen steeds kunnen rekenen op ondersteuning vanuit AHODI en dan meer bepaald het werkstation om jullie als schoolsecretariaat daarin te ondersteunen en soms mee te bepalen wat de data zijn die moeten ingestuurd worden. Bijvoorbeeld zo voor een bevallingsverlof kan dat al eens het geval zijn. Maar in de meeste gevallen is natuurlijk de werkgever samen met personeel zit verantwoordelijk voor die zaken. Binnen dat elektronisch communiceren zijn er toch een aantal begrippen die van belang zijn om elkaar goed te kunnen verstaan. Een bericht. Er is een bericht binnengekomen. Wat verstaan we daaronder? Het is een zelfstandig geheel van gegevens van één personeelslid. Dat kan bijvoorbeeld zijn om de opdracht, stopzetting van de opdracht. Maar een bericht kan ook zijn een dienstonderbreking. Dan is er ook de zending. De school heeft een zending gedaan naar AHODI. Dat is een bestand van één of meerdere berichten. Dus een zending binnen het geheel van die zending die jullie naar ons doen, zullen jullie meestal verschillende berichten opsturen over verschillende personeelsleden, meestal dan ook nog wel. En dan zijn er ook nog de record layouts, RL's of record layout. En dat is wat eigenlijk een soort bericht. Wat houdt dat bericht in? RL1. Dat is een opdracht- en opdrachtgebonden dienstonderbreking. Dus die twee bevinden zich in die record layout. En het principe van toepassing is het fotoprincipe. Op die principes komen we later terug. Dan hebben we ook record layout 2. Dat zijn de niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen. Dus dat gebeurt met een melding annulatie. Record layout 3 zijn de opmerkingen. En die kan je eigenlijk nooit afzonderlijk doorsturen. Dat moet steeds verbonden zijn met een record layout 1 of 2. Voor de meeste onder jullie zal dat een apart vakje zijn dat jullie in je softwareprogramma kan invullen. Dus meezenden met hetzelfde bericht. Record layout 4 is eigenlijk de stopzetting van het opdrachtenpakket. Dus effectief stopzetten, dat betekent dat er ook niets meer is. Record layout 5 gaat over de woonplaats van het personeelslid. Ook hier het fotoprincipe van toepassing. Record layout 6 op de verblijfplaats, ook met fotoprincipe. Record layout 7 de familiale toestand, ook fotoprincipe. En record layout 9 de aanvraag immatriculatie samen met een RL14, melding van het rekeningnummer. Die twee moeten altijd samengezonden worden. Of je gaat de zending, want het zijn hier twee berichten, niet kunnen versturen. Meestal ook maar eenmalig mogelijk. Wanneer iemand reeds een immatriculatie heeft, kan hij geen tweede krijgen. En RL11 is dan een Dimona RSZ gebeurtenis.
Dat is een record layout die noodzakelijk is om het DMFA en de melding bij de sociale zekerheid mogelijk te maken. Op al die zendingen is het mogelijk dat u een terugzending krijgt. Het is zelfs niet mogelijk, het is gewoon noodzakelijk. Want terugzendingen zijn eigenlijk een instrument voor jullie om te kijken of de gegevens die jullie hebben doorgestuurd goed bij ons zijn toegekomen, of er geen foutieve gegevens in zitten. Zitten daar foutieve gegevens in, dan wordt dat eigenlijk met die terugzending aan jullie bezorgd. En dan gaat het ofwel om structurele fouten of om inhoudelijke fouten. Structurele fouten zijn eigenlijk fouten, bestanden en berichten die moeten aan een bepaalde structuur voldoen of die kunnen bij ons niet gelezen worden. Met andere woorden, als je een bepaald stuk vergeet en je zendt dat mee, dan zal het niet kunnen verwerkt worden. Structurele fouten worden automatisch opgenomen in de terugzending. Inhoudelijke fouten zijn fouten die naar de inhoud toe van de zending fout zijn. En hiervan komt er een melding aan de medewerker van het werkstation. Dus in die gevallen zal er dan meestal, als hij het zelf niet kan oplossen, wel een telefoontje gebeuren naar jullie toe met de melding van, ja, hier zit hier een fout in, kunnen we dat niet oplossen, liefst in gezamenlijk overleg. Die terugzendingen die moeten jullie eigenlijk als schoolsecretariaat of degene die de zending heeft gedaan toch steeds gaan ophalen. Ze worden de dag na dat het verstuurd wordt eigenlijk teruggezonden, steeds controleren indien er foutmeldingen zijn, die liefst zo vlug mogelijk controleren. Dus de berichten met een structurele fout, die komen niet op de agenda van de dossierbeheerder, de medewerker in het werkstation. Dus die gaat jullie daar ook niet over contacteren. Vandaar dat het zo belangrijk is om die terugzendingen in de dag na het versturen steeds op te halen en te bekijken. Dus op die manier gaan jullie dan ook merken dat er bepaalde personeelsleden, waarvoor een structurele fout is, dat jullie dan nog op tijd kunnen rechtzetten voor de einddatum van de betaling, om zodoende dat personeelslid toch nog een loon, een salaris te kunnen garanderen. Dus die structurele fouten, geen registratie en verwerking mogelijk. En als jullie het zelf niet zien zitten, kunnen jullie altijd nog eens contact opnemen met het werkstation om in overleg misschien een oplossing te bedenken wat de mogelijke oorzaak kan zijn of hoe het geheel kan worden opgelost. Je ziet, het werkstation en de medewerker binnen het werkstation is wel een belangrijk aanspreekpunt in dat geheel. Dan zijn er ook nog de principes. De principes die binnen het elektronisch communiceren van toepassing zijn en die we al eens daar gezien hebben bij die RL's. Dat zijn het fotoprincipe, de stopzetting, de melding, annulatie. Die drie principes die gaan eigenlijk terugkomen bij een van die zendingen steeds. Het eerste principe, het fotoprincipe. Wat verstaan we hieronder? Eigenlijk zegt het woord het min of meer zelf al, fotoprincipe. Er wordt eigenlijk een foto genomen van de toestand op dit moment die alle gegevens vastlegt, die moeten opgestuurd worden. Ook de gegevens die niet wijzigen. En de gegevens worden dan elektronisch gemeld met een geldigheidsdatum die de begindatum is. De gegevens van die vorige melding, eigenlijk van hetzelfde personeelslid, worden stopgezet op de vooravond van de geldigheidsdatum van de nieuwe melding. Dus op het moment dat je eigenlijk een nieuwe foto trekt, wordt hetgeen dat voordien bestond eigenlijk stopgezet. Dus er wordt geen rekening meer gehouden met de gegevens die reeds in het elektronisch dossier aanwezig zijn op de vooravond van die nieuwe geldigheidsdatum. En vanaf dat moment sturen jullie eigenlijk een nieuwe foto op die de voorgaande overschrijft of overplakt, waardoor het ook noodzakelijk is dat alle zaken, ook degene die niet wijzigen, moeten meegestuurd worden en dat daar ook een foto van genomen wordt. Een voorbeeldje van dit fotoprincipe. Een opdracht is geldig en jullie hebben die reeds doorgestuurd van 1.9 tot 30.6 voor een opdracht van 15.20. Op 1 oktober wijzigt die opdracht en het personeelslid krijgt een bijkomende opdracht dan van 5.22. Wat doen jullie? Het eerste pakket dat is opgestuurd had een looptijd van eigenlijk een volledig schooljaar voor een tijdelijk personeelslid van 15.20. Bij de wijziging van die opdracht op 1.10
zien we dat jullie een foto moeten opsturen die eigenlijk zowel de voorgaande periode in de opdracht 15-20ste vermeldt, als ook de nieuwe opdracht die erbij komt 5-22ste. Dus vanaf 1-10 tot 1-4, want zo lang duurt de opdracht hier, hè, tot 31-3. Dus moet er eigenlijk een nieuwe zending komen met zowel die 15-20ste als die 5-22ste. Vanaf 1-4 eigenlijk komt er dan een nieuwe foto, waarbij eigenlijk die 5-22ste terug verdwijnen. Een stopzitting dan. Het stopzetten is eigenlijk een eind stellen aan het geheel. En hier wordt dan een lege foto ingestuurd. Vanaf de geldigheidsdatum is er niets meer. Stopzetten van de opdracht. De geldigheidsdatum is de eerste dag waarop het personeelslid geen enkele opdracht meer heeft in de instelling. En dat is geldig voor RL4, stopzetten van de opdracht, maar ook voor de woonplaats, verblijfplaats is het principe van toepassing. Een voorbeeldje daarvan, een opdrachtenpakket was geldig voor het personeelslid, ook weer voor een tijdelijk personeelslid, van 1.9 tot 30.6 voor 10.22. Op 15.11, dus 15 oktober, is er echter bijvoorbeeld personeelslid dat hij verving, komt terug, eerst geen opdracht meer. 15.11, de eerste dag waarop er geen opdracht meer is. Wat gebeurt er eigenlijk? Er gebeurt een stopzetting met geldigheidsdatum 15.11, waarbij 14.11 de laatste dag is dat in dienst is. Dus komt hier een melding, stopzetting opdrachtpakket op 15.11 en de laatste geldigheidsdatum waarop er kan betaald worden is 14.11 in dit geval. Het volgende principe is het principe van de annulatie. Wanneer is dit van toepassing? Eigenlijk is de annulatie van toepassing als het fotoprincipe niet van toepassing is. Het is geldig voor niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen, bijvoorbeeld ziekteverlof, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking. Dus eigenlijk al die soorten van dienstonderbrekingen die je niet concreet op een bepaalde dienstonderbreking moet plakken, maar die wel dus algemeen op het personeelslid van toepassing zijn. Dus niet opdrachtgebonden. Je moet hier wel opletten, want de geregistreerde periode die jullie al eens hadden ingestuurd, die moet eerst uit het EPD verwijderd worden, uit het elektronisch personeelsdossier. Daardoor is het noodzakelijk dat de vorige meldingen eerst geannuleerd worden, hè, met identieke gegevens, zoals jullie dat hadden gedaan in de oorspronkelijke melding. En vervolgens sturen jullie eigen een nieuwe of een correcte niet-opdrachtgebonden dienstonderbreking door. En als je dat eigenlijk niet wil laten met elkaar in conflict gaan, is het best dat je dat doet in een latere zending. Een voorbeeldje daarvan. Er was ziekteverlof ingestuurd van 9.1 tot 27.1. Na controle van het controleorganisme blijkt dat personeelslid toch moet hervatten op 17.1. Dus de oorspronkelijke zending ziekteverlof die liep van 9.1 tot 27.1, die annuleer je in zijn geheel. Om vervolgens eigenlijk in een latere zending liefst een nieuwe melding te doen van de nieuwe ziekteperiode van 9.1 tot 16.1. Bij het doorsturen van opdrachten spelen einddata wel een belangrijke rol. We gaan ze hierna even nader bekijken. Zo zijn er de opdrachten waar opdrachtgebonden dienstonderbrekingen aanhangen, bijvoorbeeld VVP, AVP. Loopbaanonderbreking of zo. Dus in die gevallen moeten eigenlijk die steeds samenhangen en met elkaar corresponderen, waarbij de begindatum van de opdracht eigenlijk de geldigheidsdatum is en de einddatum van de opdracht de laatste dag in dienst of de laatste dag dat het geheel genomen wordt. Verder hebben we ook nog gekleurde of speciale uren. Dat zijn uren die met speciale code moeten toegevoegd worden. Bijvoorbeeld de PWB-uren, personeelswerkingsbudget. In het kader van de controle omkadering is het belangrijk dat die op die speciale code staan, maar ook dat die begin- en einddata, vooral de einddata, ook heel duidelijk zijn, waarbij bepaalde data niet kunnen overschreden worden. We gaan eens kijken de einddata bij de tijdelijke personeelsleden ATO 2 en ATO 1. Bij een TADD'er eventueel aanduiden, indien mogelijk, de einddatum 31-8, dus iemand die een tijdelijke aanstelling doorlopende duur heeft,
Als je dat kan doortrekken tot 31/8, doe dat dan. Bij een tijdelijke andere opdracht kan die einddatum ook een andere datum zijn, wanneer bijvoorbeeld personeelslid in toestand 1 staat, waarbij de vervanger dan terugkomt. Ook al is het een TDD'er, die kan ook in toestand 1 zijn. Maar mogelijk die einddatum steeds 31/8, indien het geheel dat natuurlijk toelaat. Reaffectatie weder te werkstelling, omdat dat over de schooljaren heen loopt, ook hier indien mogelijk einddatum 31/8. Dus bij vervangingen ATO1 zullen we zien en eigenlijk ja, de code van de DO, dienstonderbreking en ook eigenlijk die einddata steeds samenhangt met de titularis van die oorspronkelijke opdracht. Hè. Komt die terug, ja, dan eindigt dat vroeger dan 31/8, komt die niet terug en neemt hij zijn dienstonderbreking verder, dan kan je dat ook laten doorlopen. Maar in die ATO1 toestanden is eigenlijk de einddatum altijd verbonden aan de dienstonderbreking die de titularis daarin neemt. Opmerking, de einddatum 31/12/2999, zoals bij vaste opdrachten, is bij een TADD niet toegelaten en zeker af te raden. Ook al is dat in ATO2 uren, nooit doorsturen. De einddata voor de mensen die te werk gesteld zijn als vastbenoemde ATO4 of tot de proeftijd zijn toegelaten in het gemeenschapsonderwijs ATO3 is eigenlijk 31/12/2999, wat een einddatum is die oneindig doorloopt. Hè. De meeste van ons gaan niet zo oud worden. Dan is er ook nog de einddatum voor de mensen die tijdelijk vacant ambt hebben, ATO2. In de wervingsambten is dat in principe altijd 30/6. Dus een wervingsambt, dan is dat dan van leraar dan, hè, maar kan ook van opvoeder zijn, maar daar loopt dat tot 30/6. Opgelet, in toch een viertal gevallen mag dat tot 31/8 doorlopen. Dit is het geval bij het administratief meester- en dienstpersoneel. Bij de mensen die te werk gesteld zijn in het bijzonder secundair onderwijs, het medisch, paramedisch en het sociaal personeel, of zoals we reeds in de vorige slide gezien hebben, de mensen die een reaffectatie of een wederterwerkstelling hebben of een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, die kan doorlopen tot 31/8. Voor zij die te werk gesteld zijn in een selectie- en bevorderingsambt is het aangewezen om toch 31/8 te nemen bij een administratieve toestand 2, dus in een vakant ambt, omdat anders in die ambten er geen bezoldiging zal zijn in de maanden juli en augustus. De einddata in dus de interimuren eigenlijk, tijdelijke niet-vakante uren, voor een wervingsambt uiterlijk 30/6, de laatste dag van de aanstelling, en ook hier weer de uitzondering, uiterlijk 31/8, als er een vervanging is van een AMD-personeelslid, een medisch, paramedisch en sociaal personeelslid, reaffectatie weder te werkstelling en ook weer bij een TADD-aanstelling. Voor die TADD-aanstelling is dat misschien toch wel belangrijk om te melden, indien er geen aanstelling zou zijn tot 31/8 en het personeelslid is op 1 september ziek, dan kan hij niet genieten van zijn recht op bezorgd ziekteverlof, omdat het niet aansluit op de aanstelling. In een selectie- en bevorderingsambt, ook in ATO1-uren, moeten we hier weer rekening houden dat het wel uiterlijk tot 31/8 moet doorgestuurd worden of kan doorgestuurd worden, indien die aanstelling er dan nog altijd is. Bij het verlof tijdelijke andere opdracht is de situatie lichtjes anders. Dit verlof kan gemeld worden tot 31/8 en dit voor alle personeelscategorieën. Het is de inrichtende macht en de werkgever die eigenlijk hier gaat beslissen of hij dat verlof toestaat tot 31/8. Een verlof tijdelijk andere opdracht is nooit een recht, maar is een gunst. Vandaar ook de beslissing van de inrichtende macht. Wat wel belangrijk is, is dat het verlof en de tijdelijke andere opdracht die men gaat doen, steeds dezelfde einddatum hebben. Met andere woorden, het verlof kan niet verder doorlopen terwijl de tijdelijke andere opdracht reeds is gestopt. Dus een aanstelling TAO die loopt in instelling A tot 31/10, moet in instelling B, moet daar het verlof eigenlijk ook stoppen of aanpassen tot 31/10, indien dat daar zou stoppen. Het misschien vroeger langer zou doorlopen en het moet het geheel aanpassen tot die datum. Omdat beide elkaar steeds moeten volgen. Eigenlijk zowel
in de begin- als in de einddatum. Dus de tijdelijke andere opdracht die genomen wordt op de vastbenoemde uren bepaalt eigenlijk ook de begin- en de einddatum van het verlof dat je krijgt om die andere opdracht te gaan doen. Dit wat het stukje einddata betreft en elektronisch communiceren. Agodi Academie. Verbindt en versterkt.